Ik moest wel lachen, of glimlachen, toen ik las dat er PvdA-posters bij jullie thuis hingen met de slogan Kies een vrouw. Je moet overigens ja. denken aan de campagne die nu loopt, Stem op een vrouw. Er is dus niks nieuws onder de zon. Nee. Maar jij nam het ook een stapje verder. Je ging op de basisschool op de vuist met een jongen uit, de, uit je klas die verklaarde dat het CDA vele malen beter was dan de Partij van de Arbeid. Ik was uh, zwaar geïndoctrineerd door dit mijn is, moeder natuurlijk. Dit is geweld. Die was, die was raadslid voor de PvdA in Leusden. Uh, in het boek zeg ik ook: Leusden was destijds wel echt een CDA en VVD-dorp. En mijn moeder was een uh, socialistische strijder, zeg maar. En, um, en ja, die had dus bij ons thuis hingen de posters van: uh, kies een vrouw, stem even na. Ze was ook wel uh, misschien daardoor een wat vreemdere eend in de bijt. In het iets wat. Burgerlijke leuzen. Maar vechten, dat is, bedoel je. Ja, je kunt, spugen, je niet, kunt maar het ja, was maar... wel. Ik werd daar wel kwaad om. Maar ik, het was ook om aan te geven. dat politiek was wel een serieuze zaak. bij ons thuis. Je moest wel ergens voor staan. Ja. In ieder geval vanuit mijn moeder. Ja. Maar hoe kan het dan dat met, met al je hip-hop uh, basisprincipes. Dat, die, dat, die, dat dat politieke engagement. en uh, dat bedoel ik niet als kritiek. maar dat dat niet zo terug te horen is in jouw muziek? Dat, het lijkt een bewuste keuze Zit, om daarvoor. Nou, er zitten wel uh, dingen in hoor. Die, ik, ik heb wel liedjes uh, um, geschreven die erover gaan. Ik heb bijvoorbeeld een nummer. dat staat op golven. dat heet Morgen komt goed. Morgen ja. komt het goed. Dat is naar aanleiding heb ik dat geschreven. van uh, de aanslagen in Brussel. waarin ik zeg. Uh, als je landen bombardeert. krijg je telkens weer terug. Wat je verdient al dat doet lijden nog zo'n zeer, maar als de wereld losgaat, ben ik hier nog bij je en zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden, uh, een soort van ik trek het daar wat groter, een soort van ik probeer uh, uh, te verklaren uh, een variant van what goes around comes around als je maar dat bedoel ik dus als israël gaza bombardeert dat je het dan terugkrijgt, uh, et cetera, et cetera, een soort neerwaartse spiraal, maar um, ik probeer het altijd wel wat persoonlijker te houden, omdat ik anders wel het gevoel heb dat ik iets meer de krant lees. En ik denk dat dat ook natuurlijk vanuit de protestrap, bijvoorbeeld vanuit een, uh, ik noem maar wat, een Public Enemy of zo, zo sterk is dat dat, dat je de persoonlijke woede voelt van een Chuck D daarin. Ja, fuck de police van N.W.A. Ja, of, of N.W.A. Ja. En dat is een heel persoonlijk verhaal wat natuurlijk in een bredere context kan worden geplaatst. En uh, het, het is wel inderdaad in in de, ik ik heb Bijvoorbeeld, een wie is hier nou gek wat je net rijdt, zou je misschien daaronder. Ook nee, maar ik wil nogmaals, ik vraag het niet omdat ik daar een oordeel in heb, maar ik vind het juist knap. Want je vindt overduidelijk wel dingen, uh, maar je slaagt er dus in om in dat proces uh, het heel klein te houden. En vanuit, vanuit dat je het persoonlijk maakt en klein, uh, raak je mensen wel. Maar dat betekent dus ook dat je je soms inhoudt of denkt: van, Nou, ik roep even iets niet. Of heb je dat niet? Nee, dat heb ik dat niet heb zozeer, niet. maar ik ben. Misschien bij, bij um, grotere zaken te relativerend daarin. Um, dat ik. Um, dat ik dat moeilijk vind om in een song te vangen. Ja. Dan is er, er zitten nog steeds songs in waarvan ik denk. Ja, ik wilde. Um, en soms lukt dat wel enigszins. Wat, wat uh, sommige waanzin kunnen vangen, uh, daarin. Maar ik vind dat. Ik, ik merk dat ik daar soms dat aanraak, maar dan soms moeilijk dat ik denk, ja, ik vind dat heel moeilijk om precies de woorden en de muziek te vinden om dit gevoel helemaal naar voren te brengen. Je ik weet ook de... niet zo goed, hoe het moet uitleggen. Nee, ik vind het mooi. Maar je hebt daar dus komen uit de hiphop, toch een beetje een cultuur waarvan we kunnen zeggen, daar vindt men wel wat van elkaar. En je moet dingen ja. over het algemeen op een bepaalde manier doen. Je hebt daarin wel altijd je eigen weg bewandeld, echt je eigen geluid gevonden. Ja, ja ik denk nou, wat ik wat ik net zeg, ik denk dat ik dat uh, met de jaren. Heb, heb gevonden en ook uh, lang niet alleen heb gedaan. Ik ben altijd wel aangetrokken, ook in Nederland geweest, door de wat uh, buiten het ambacht, mijn helden was extins in de flow, maar qua thematiek vond ik de Osdorp wel vet dat ze bepaalde onderwerpen aanraakten uh, die maatschappij kritisch waren of iets meer op het gevoelsleven ingingen. Ja. En dat vond ik bijvoorbeeld ook van een... Uh, een rapper als Master Ace en later MM ook dat, dat hij veel van zijn gevoelsleven erin legde. Dat je wel echt snel of mee werd genomen in, oh ja, ik, dit is hoe ik uh, tegenover mijn moeder sta of tegenover mijn kind of, of, of bepaalde gevoelens heb omdat ik uh, geen geld heb. Ik denk dat je daar mooi zegt. Mensen die luisteren en denken: wie, zijn, wie is meest? Eens, gewoon de podcast terugluisteren. M&M kent u vast. De andere voetnoten neem je mee. En dan ga je eens lekker googlen. En dan kom je, kom je uit bij van allerlei goeds. Maar dat je dus ook niet altijd je zo expliciet hoeft uit te spreken. is ook onderdeel van de hip -hopcultuur. En ja. dat zeg je eigenlijk wel cool, mooi. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.